De 3 oktobervereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden. Onlangs gingen jullie door het ledenbestand heen en kwamen jullie tot een opvallende ontdekking. Waarom staan we nu hier in het plantsoen? Ja, wij misten een aantal hele bekende inwoners van Leiden en dat verraste ons zeer. En die wonen hier in het plantsoen. Dus hebben jullie vandaag op 1 april een evenement van gemaakt? Ja, die inwoners die wij hebben gezien dat die geen lid waren. Dat zijn echt hele bekende inwoners die heel veel blijdschap hebben gegeven voor vooral kinderen, maar ook voor volwassenen afgelopen jaar. Dus wij hebben gedacht, nou, dat is gewoon een lidmaatschap nu waard. Dus we hebben ze een lidmaatschap cadeau gedaan. Ja. En wat hebben jullie precies gedaan? Nou, we hebben voor deze inwoners hebben we echt een hele grote pot met hutspot gegeven. Die zo groot zijn als zij zelf. En ook 2 vlaggen, eentje van Leiden en eentje van 3 Oktobervereniging. En nog een ander aardigheidje. En is dat nu alleen een ludieke actie voor 1 april of zit er ook een serieus verhaal achter? Ja, nou, er zitten eigenlijk 2 serieuze verhalen achter. 1 is 1 april bij iedereen wel bekend natuurlijk als de dag van de grappenmakerij. Maar het is ook de dag waar we eigenlijk onze 3 oktober traditie begon. Want op 1 april, maar 2 jaar voor Leidens ontzet, is Den Briel ingenomen door de watergeuzen. Dus dat is eigenlijk het begin van de bevrijding van ons land geweest. Dus dat is het ene serieuze verhaal. En de andere serieuze verhaal die erachter zit is natuurlijk dat wij altijd nieuwe leden verwelkomen. We hebben nu bijna 17.000 leden bij de 3 Oktobervereniging. Nou, we hebben veel en veel meer leidenaren en inwoners van de dorpen omheen. Dus wij verwelkomen ieder nieuw lid. En dat voor een kabouterprijsje. En dat voor een kabouterprijsje inderdaad. En dan heb je hem nu inderdaad ook te pakken. Want de inwoners die wij hebben verblijd met deze prijzen zijn de kabouters van de inwoners van de kabouterboom in het plantsoen. Er valt ook nog wat te lachen bij de 3 Oktobervereniging dit jaar? Ja, zeker. Er valt altijd wat te lachen. Ik denk dat dit een goed voorbeeld ervan is. Maar nou, we hopen ook dat de donkere wolken van corona flink gaan optrekken binnenkort. En dat we ook weer op een mooiere wijze weer Leidens Ontzet kunnen gaan vieren met elkaar.